Een vakantie naar Panama. Dan denk je aan zon, zee, strand en aan een prachtige omgeving. Je hebt haar jungles, de watervallen, de regenwouden en als toerist zit je daar gebakken. Zo ook de twee vriendinnen Lisanne Froon en Chris Kremers. Zij leggen een bekende wandelroute af in de jungles van Boket. Maar hoe mooi het er van de buitenkant ook uitziet, binnen de jungle huist ook een hoop gevaar. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de verdwijning van Lisanne Froon en Chris Kremers. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe video. Ik maak true crime video's en normaal combineer ik dat met het doen van mijn make-up. Maar vandaag ga ik het eventjes anders doen. Het lijkt me leuk om soms gewoon eens even te variëren van video's met dat ik mijn make-up doe. En ook wel eens een videootje zonder. Ik ben hier en daar gewoon eens wat aan het uitproberen. Aan het kijken wat jullie prettiger vinden. En ik vind het gewoon heel fijn om mijn horizon te verbreden. Hè? Het gaat toch om het verhaal? En sommige verhalen zijn dusdanig gedetailleerd en lastig dat ik me daar gewoon op wil concentreren. Dat wil niet zeggen dat ik nu permanent dat make-up gedeelte schrap. Nee, want volgende week doe ik gewoon wel weer een misdaad en make-up. Maar ik wil gewoon afwisseling. Nou, in ieder geval ben je nou gek op true crime, ben je hier aan het juiste adres. Zorg ervoor dat je eventjes op mijn kanaal abonneert, want ik zie dat de helft van mijn kijkers niet is geabonneerd op dit kanaal. Zorg ervoor dat je eventjes die rode knop indrukt. Klik erbij ook eventjes dat belletje aan. Dan krijg je altijd een notificatie als ik een nieuwe video heb gepost. Vandaag vertel ik jullie alles over de verdwijningszaak van Lisanne Froon en Chris Kremers. En dat is echt eentje die ontzettend vaak door jullie is aangevraagd. En eentje die erg onder mijn huid is gaan zitten zodra ik mij ging inlezen. Het is echt een ontzettend pittig verhaal. En zo heb ik deze ook gebracht in een nieuwe podcastaflevering van Moordkast. Moordkast is exclusief te beluisteren op Podimo. Ben je geïnteresseerd? Ga eventjes naar het linkje onder in de beschrijving. Elke vrijdag tegelijkertijd met mijn video's staat er ook een podcastaflevering online, waarin ik dezelfde zaak alsnog een keertje uitleg, maar dan samen met mijn broer. Dan gaan we net wat meer in op de details. Details die ik hier op YouTube eruit moet laten. Elke week geef ik een shout-out aan de kijker met de leukste comment van vorige week. En zo kreeg ik vorige week ontzettend veel beterschapswensen. Inmiddels gaat het heel erg goed met mij. Ik ben redelijk hersteld. Ik ben nog een beetje moe en wazig. Maar dat is alles. Ik ben heel tevreden met mijn herstel. En heel erg blij dat ik uit quarantaine mag. Godzijdank, wat een ellende. En ik vind het ook heel prettig dat ik weer in staat ben om video's te maken. Maar goed, de shout-out is voor CLG Power Video's. Ah, het maakt helemaal niks uit. Gezondheid gaat boven alles. Ik heb de video van vorige week wel gemist, maar deze staat nu online. Je maakt me altijd blij met je interessante verhalen. Heel erg bedankt. Jij ook ontzettend bedankt. Nou, mocht je nou kans willen maken op de shout-out, reageer hieronder iets tofs onder de hashtag #isonnedy. Dan weet ik dat je mogelijk benoemd wil worden in de volgende aflevering. Misschien kies ik jouw reactie wel uit. Vandaag ga ik het voor het eerst sinds mijn true crime video's hebben over een verdwijningszaak. En dat terwijl verdwijningszaken vaak echt wel de verhalen zijn die heel erg veel met mij doen. Omdat het heel veel met je brein doet. Hè? Je wil gewoon heel graag weten wat er met iemand gebeurd is, waar iemand gebleven is, et cetera, et cetera. En dit verhaal in het bijzonder is zo ontzettend vaak aangevraagd. Ik moest deze wel een keertje bespreken. Dit keer met een Nederlands tintje. Het komt niet vaak voor dat ik Nederlandse zaken bespreek. Maar zeker dit verhaal, ik vind dat dit verteld moet worden. Let erop, het zijn natuurlijk ontzettend heftige onderwerpen. De verhalen die ik met jullie deel zijn altijd heftige verhalen. Kun je daar nou niet zo goed tegen? Word je snel getriggerd? Zorg ervoor dat je deze video wegklikt, dan is deze niet voor jou bestemd. En ben je onder de 12 jaar oud, vraag je ouders om toestemming. Het is daarbij niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik jullie geef, is informatie die ik gevonden heb op het internet. Ik heb het slechts gebundeld voor jullie tot één verhaal. Dus ja, het is gek, maar ik ga mijn mascara niet pakken. Want het is klaar voor een hele hoop mysterie, maar niet voor mascara. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ga ervoor zitten. Het wordt een hele wilde rit. Ik heb er vannacht wakker om gelegen. Ik waarschuw jullie alvast. Dit verhaal speelt zich af in 2014 en gaat over de destijds 21-jarige Chris Kremers
en de 22-jarige Lisanne Vroon. De twee meiden zijn vriendinnen van elkaar. Lisanne Vroon was al een tijdje afgestudeerd. Ze had een opleiding gedaan voor de toegepaste psychologie. En ze wordt omschreven als een heel rustig, maar heel intelligent en integer persoon. Ze is ook echt ontzettend sportief. In het verleden heeft ze heel lang volleybal gespeeld, volgens mij 7 jaar lang. Ze moest helaas vanwege een blessure stoppen. Maar hoe rustig ze ook was, ze was ook geïnteresseerd in de wat extremere sporten, zoals parachutespringen, bergbeklimmen. Lisanne hield van avontuur. Maar ondanks dat had ze nog niet heel veel van de wereld gezien. Lisanne was bijvoorbeeld nooit echt wezen reizen. Verder dan Duitsland was ze nog nooit gekomen in haar leven. Chris Kremers was dus een jaartje jonger dan Lisanne. En zij had ook net haar opleiding afgerond. Ze was afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting cultuur en maatschappelijke vorming. Chris had een wat meer gekke kant. Zij was meer extravert, stond vaak op de voorgrond en was alles behalve rustig. Dus Lisanne en Chris waren, ja, ook alweer een beetje hetzelfde, maar toch tegenpolen van elkaar. Ze vulden elkaar prima aan in hun vriendschap. Lisanne en Chris kennen elkaar op dit punt al 4 jaar. En ze leerden elkaar voor het eerst kennen tijdens hun bijbaantje. Ze werkten allebei in een eetcafé, een Amersfoorts eetcafé genaamd In den Kleinen Hap. Nou, op datzelfde punt werkten ze daar allebei samen, in de horeca dus. Nou, op dit punt, 2014, hebben beide meiden net een tussenjaar genomen om zichzelf eens te oriënteren op de toekomst. Om gewoon eens eventjes rustig aan te doen na al dat studeren, ik begrijp dat wel. Ja, en als collega's bouwden de twee meisjes echt een hechte vriendschap met elkaar op. En ze maken dus plannen voor een prachtige reis die ze samen willen gaan maken. Een reis naar Panama, om precies te zijn. En nadat ze superhard hiervoor hebben gespaard, maken ze hun plannen uiteindelijk concreet. De reis naar Panama wordt geboekt en ze zullen vertrekken op 15 maart 2014. Nou, die dag breekt aan. Het valt op een vrijdag om precies te zijn. De meiden pakken hun koffers in, reizen vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Beide meiden zijn trouwens geboren en getogen in Amersfoort, dus ze kwamen daar allebei ook echt vandaan. En ze vertrekken naar Schiphol. Daar geven ze hun ouders een dikke knuffel. En het is tijd voor hun bijzondere reis samen van maar liefst 6 weken. Voor Lisanne was het extra spannend, want met haar 22-jarige leeftijd, ik zei het net al, ze had niet heel veel reiservaring. Chris had wel wat meer van de wereld gezien inmiddels. Zij was al eerder met haar familie naar Peru geweest. En dat hele gebied, het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, dat is een plek wat haar heel erg aantrok. Dus vandaar ook hun keuze om voor Panama te gaan. De eerste 2 weken spenderen de meiden aan een badplaats genaamd Bocas del Toro. Nou, daar is het vooral doel om heel veel te gaan genieten. Zon, zee, strand. Echt vakantie vieren. Tussendoor volgen ze ook wat Spaanse lessen daar. Ze zullen namelijk in de weken daarop, na die 2 weken, vrijwilligerswerk gaan doen in een ander plaatsje. Daarvoor moeten ze een beetje hun Spaans opkrikken, dus ze volgen tussendoor nog een Spaanse cursus. Na deze 2 weken, op 29 april 2014, vertrekken ze dus uit de Bocas del Toro om naar Boquete af te reizen. Ze nemen dan een bus en Boquete staat dus echt bekend als backpackers. Dorpje. Dit is echt de plek voor outdoor activiteiten, wandelen. Je hebt daar verschillende regenwouden, jungles waar je doorheen kunt wandelen. Echt prachtige natuur. Boquete ligt gewoon echt midden in een vallei. Nou, Lisanne en Chris zullen hier vrijwilligerswerk gaan doen bij een kinderdagverblijf. En dat voor maar liefst 4 weken. Toen Lisanne en Chris het over deze reis hadden en hun plannen maakten, wilden ze niet alleen maar lang leven de lol en vakantie vieren. Ze wilden ook heel graag iets voor hun medemens betekenen. Dus vandaar dat ze de reis een beetje hebben opgedeeld. Een beetje vakantie vieren en het verrichten van hun vrijwilligerswerk. Dat was voor hen iets heel waardevols om terug te doen. Nou, gedurende hun periode daar in Boquete verblijven ze bij een gastgezin. En een paar dagen na hun aankomst in Boquete zal hun vrijwilligerswerk starten. Maar daar gaat dus iets compleet verkeerd. Geen idee hoe dit precies zit, maar de meiden gaan die maandag, dus die 31 maart... naar die vrijwilligersorganisatie, hè, om
zich te melden en aan te geven van joh, hier zijn we, we zijn ready, we willen van start. Maar de meiden worden ten eerste al vrij onvriendelijk te woord gestaan en er is geen plek voor ze. Dat terwijl ze alles van tevoren natuurlijk op mail bevestigd hebben gekregen. Zij komen daar natuurlijk niet voor niks, hè? Dus die organisatie stuurt die meiden gewoon weg. Ze hebben op dit moment geen plek voor ze, maar de week erop zijn Lisanne en Chris wel welkom om daar te komen helpen. Je kunt je voorstellen als je op zo'n manier wordt afgepoeierd. Je komt daar natuurlijk om iets goeds te doen voor de mensheid. En dan is er een vrijwilligersorganisatie die je ook nog onvriendelijk te woord staat. Ja, dit was een enorme teleurstelling voor allebei de meisjes. Die hebben zoiets van, ja, moeten we hier nou? We zitten in een soort vreemd gebied. We zijn hier voor één doel en nu moeten we een week overbruggen. Is dat in Boket niet per se een ramp? Want zoals ik al zei, is daar genoeg te doen. Er is heel veel te beleven. Maar ja, het is een domper. Nou, de twee meiden maken een hele planning, hè, voor die komende week. Die week die ze ineens vrij hebben, zo onverwacht. En ze wilden vooral veel gaan wandelen. In de regenwouden, ze wilden een vulkaan gaan bezoeken. Dus ze plannen ook een gids in, die ze daar naartoe gaat brengen en een rondleiding zal geven. Ze willen wat watervallen gaan bezichtigen. De dag nadat ze waren weggestuurd, hè, bij die vrijwilligersorganisatie, besluiten de meiden een wandelroute te gaan doen. De Il Pianista Trail wordt het genoemd. En het is een bekende wandelroute in Boket. Je gaat dan helemaal de jungle in. De meiden wilden dit dolgraag zien. En ik heb opgezocht hoe die route ongeveer in elkaar zit. Ik heb heel veel plaatjes bekeken. Heel veel gelezen ook over deze wandelroute. Eerst loop je dus 20 minuten door wat rustige velden heen. En daarna trek je vol de jungle, het regenwoud, in. Maar dat gaat dus allemaal flink omhoog. Dus het is een route die, je moet best wel een conditie hebben. Het eindigt ook bij een hoog punt, waar je prachtig uitzicht hebt vanaf de bergtop over alle natuur. De hele omgeving is te zien. Ja, dit is een wandelroute die je wel moet bewandelen. De Il Pianista wordt wel bewandeld door de wat meer ervaren hikers. Zeker zonder gids. Het wordt je eigenlijk afgeraden om dat te doen. Het kan er modderig zijn. We hebben het over een tropisch klimaat, hè? Dus het kan nogal regenen en dan wordt het modderig, het wordt glad. Je kunt er misschien best wel makkelijk verdwalen. Dus om zonder gids die Pianista Trail te gaan bewandelen, dat kun je maar beter niet doen, eigenlijk. Nou, heen en terug zou deze route ongeveer 3 uur in beslag moeten nemen. Maar voor het geval dat, raden ze je aan om daar toch 5 uur voor uit te trekken. Omdat de een gewoon wat slomer is dan de ander. En je weet het maar nooit. Je wil natuurlijk niet het risico nemen dat je daar in het donker verdwaalt. Dus het is beter als je wat speling hebt. Dus je moet altijd rekening houden met dat je 5 uur zoek bent. Nou, het is dan dinsdag 1 april 2014 als de meiden de wandeling gaan maken. Ze worden dan nog in en rondom Boket gespot. Nou, daar in Boket waren de meiden ook bezig met hun Spaans, hè? Niet alleen maar in dat Bocas del Toro, maar in Boket zijn ze verder gegaan met de Spaanse cursus, maar dan bij een andere taalschool. Nou, bij die taalschool zijn de meiden die dag 1 april nog gezien. Daarna zijn ze nog wat gaan lunchen met wat andere Nederlandse toeristen. En daarna zijn ze op pad gegaan. Op naar de Il Pianista Trail. Het is een prachtige dag. Het is zonnig, het is warm. De meiden dragen korte broekjes, spijkerbroekjes. Chris een rood met wit gestreepte tanktop. Lisanne een turquoise tanktop. En ze nemen 1 rugzak mee waar al hun bezittingen in zitten. Ik heb gelezen dat vlakbij dat wandelpad dat daar een restaurantje zit. En dat de eigenaren van het restaurant een hondje hebben. Een hondje genaamd Blue. Die hond staat er bekend om af en toe met wandelaars mee te lopen. En zo deed hij dat dus ook bij Lisanne en Chris. Tenminste, dat is wat ik gehoord heb. Er zijn later ook nog foto's gemaakt van hun wandeling. Daar is nergens een hond op te zien. Ik lees verschillende bronnen die aangeven dat de hond er wel bij was. Maar heel veel bronnen hebben de hond er niet beschreven. En er wordt ook weer beweerd dat die hond een verzinsel is. Dus ik weet het niet. Ik heb hem wel verwerkt, want ja, ik zie gewoon dat dit toch wel vaak wordt benoemd. Maar in ieder geval, het begint met de grootste lol. Het is ontzettend mooi. Die meiden maken foto's van elkaar, selfies. Ze genieten van alles wat ze om zich heen zien.
Het is adembenemend mooi en ze genieten ervan met volle teugen. Nou, die hond, hond Blue, als hij meeloopt met wandelaars, keert hij ook vaak samen met de wandelaars terug. Het is namelijk een route die je moet heen lopen. Dan heb je dat hoogste punt op die berg. Dan moet je de route weer teruglopen. Maar de hond keert dit keer in zijn eentje terug. Chris en Lisanne zijn niet met het beestje teruggelopen. Die nacht komen de meiden ook niet thuis, terug bij een gastgezin waar ze logeerden. Maar de vrouw des huizes, de gastvrouw, die slaat niet meteen alarm. Chris en Lisanne waren 21 en 22 jaar oud. En je kunt je voorstellen, die zijn misschien een avondje uit geweest, die zijn ergens anders blijven slapen. Het kan allemaal gebeuren, hè? Ze zijn jong en vrij. Wie weet. Die dag daarop horen de ouders van Lisanne en Chris ook niks van ze. En uiteindelijk besluit die vrouw, de vrouw des huizes, hè, van het gastgezin, om toch maar melding te maken bij de politie en de ouders in te lichten. Uiteindelijk, weer een dag later, slaat de gastvrouw toch alarm. Omdat de meisjes een afspraak hebben gemist met hun gids. Ze zouden natuurlijk die watervallen en die vulkaan bezoeken. En ze hadden dat helemaal geboekt en gepland. Ja, nu kreeg die gastvrouw te horen dat die meiden niet kwamen opdagen. Dus die vrouw geeft die meisjes op als vermist. En zij stelt de ouders van Lisanne en Chris op de hoogte. 3 dagen na de wandeling van de meisjes, het is dan inmiddels 4 april... zetten de autoriteiten van Panama een grootschaalse zoekactie op om de meisjes terug te vinden. Iedereen die Chris en Lisanne ook maar heeft gezien die dag of de dagen daarvoor moet zich melden om hun dag in kaart te brengen. Nou, er zijn wat getuigen naar voren gekomen die op 1 april de meisjes voor het laatst gezien hebben hier en daar. En daaruit blijkt dat ze voor het laatst gespot zijn bij die Il Pionista Trail. Dus de politie weet in ieder geval dat ze daar moeten gaan zoeken. Nou, dat gebied kammen ze helemaal uit. Er worden zelfs speurhonden ingezet. Ook aan het hele dorp wordt gevraagd om naar de meiden uit te kijken. Overal worden affiches geplakt, biljetten met foto's, beschrijvingen van hoe de meiden eruit zien. Chris en Lisanne, echt overal wordt naar ze gezocht. Het is echter geen makkelijke zoektocht, want die jungle daar in Boquet, het kan ontzettend gevaarlijk zijn. Het is soms niet makkelijk begaanbaar, zeker bepaalde plekken niet. Het kan er glad zijn, het kan er modderig zijn door de intense regenval. Je zit er natuurlijk met extreme weersomstandigheden. Dat is daardoor niet zo makkelijk. Dus voor die reddingswerkers is het ook best wel een risico. Het zou zomaar kunnen zijn dat iemand zelf een ongeluk krijgt of wat dan ook. Ja, dan gaat er van alles door je heen. Hè. Wat zou er met de meisjes gebeurd kunnen zijn? Hebben ze een ongeluk gehad? Zijn ze iemand tegengekomen met verkeerde bedoelingen? Ja, zijn ze verdwaald geraakt en op een plek terechtgekomen waar ze echt niet meer uit kunnen komen? Je weet op dit moment niks. Het enige wat je weet is dat de tijd dringt. Het zou namelijk heel goed kunnen dat de meiden nog in leven zijn. De ouders van Chris en de broer van Lisanne reizen gezamenlijk af naar Panama om natuurlijk zelf ook op zoek te gaan naar hun meiden. Die komen een aantal dagen na hun vermissing daaraan. Maar hoe hard iedereen ook zoekt, van de meiden is echt geen enkel spoor te bekennen. Tot 10 weken later. Er is dan een groep Indianen die zoeken verkoeling bij de Culebra-rivier. En een van de Indianen, een vrouw, vindt op 14 juni de rugzak die Chris en Lisanne mee hadden. Nou, het is een zeer bijzondere vondst, want de rugzak is niet eens doorweekt van de regen of de rivier. Hè. Hij wordt langs de rivier wordt hij ergens gevonden. Plus de plek van de rugzak is ontzettend moeilijk te bereiken. Dat is wandelend bijna niet te doen, zeker niet als je daar niet vandaan komt. Maar vooral de goede conditie van de rugzak, het is opvallend. Hoe kan het zo zijn dat zo'n rugtas aan de rand van een rivier wordt gevonden in een regenwoud waar het constant nat is, waar het koud kan zijn? En weet ik veel wat? Hoe kan het zijn dat die rugzak daar in zo'n perfecte toestand wordt teruggevonden? Het is een groot raadsel. Ook een vreemd verhaal aan de rugzak is dat het best wel op een eindafstand van de wandelroute werd gevonden. De rugzak lag op een plek 12 uur vanaf Boquet. Nou, dat is natuurlijk best wel een flinke wandeling. Qua kilometers zal het niet heel veel zijn geweest. Maar in de jungle duurt het wandelen net wat langer dan in ons kleine plattelandje. Dus daar kan een wandeling van 10 kilometer ook daadwerkelijk 12 uur duren.
kan het natuurlijk ook zo zijn dat de rugzak in het water terecht is gekomen en daardoor met de stroming mee is gevoerd richting die vindplaats. Dat kan natuurlijk allemaal. Het is dan alsnog natuurlijk hartstikke vreemd dat die rugzak gewoon droog en ja, in perfecte staat bijna daar werd gevonden. Maar goed, in de rugzak zat natuurlijk ook wat inhoud. De camera van de meiden werd erin gevonden met een geheugenkaartje erin. De telefoons van de meiden, een iPhone en een Samsung. 2 BH's, een leeg plastic drinkflesje. 2 zonnebrillen, een verzekeringspasje van Lisanne. En $83 aan contant geld. Op die rugzak werden ook verschillende vingerafdrukken gevonden, maar die werden niet per se onderzocht. Nu kan ik me ook al voorstellen, hè, je bent op reis. Je hebt een vliegreis gemaakt. Die rugzak zal ongetwijfeld door heel wat handen zijn gegaan. In het vliegtuig heb je natuurlijk cabinepersoneel, stewards, stewardessen, die de handbagage ook vaak in die vakjes aan het proppen is. Ja, die vingerafdrukken kunnen van iedereen zijn geweest. Dit zegt eigenlijk helemaal niks. Hoe bizar het ook is, de telefoons doen het nog. Die kunnen worden opgeladen en de gegevens kunnen worden ingezien. Ook het geheugenkaartje van de fotocamera. Daar staan foto's op van de laatste momenten van de meisjes vlak voor hun vermissingen. En die beelden zijn echt ontzettend bizar. Maar goed, we gaan straks die foto's eventjes langs. De informatie op de telefoon in combinatie met die camerabeelden. Het is een grimmige situatie. Die meiden moeten iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. We beginnen eventjes met de telefoons. Want een paar uur nadat ze de wandelroute zijn gestart, is er met beide telefoons naar het alarmnummer, naar 112, gebeld. Als je 112 belt vanaf een ander land, word je automatisch doorgeschakeld naar het plaatselijke alarmnummer, geloof ik. Om 5:10 in de middag werd er vanaf de telefoon van Chris, de iPhone van Chris, als eerst gebeld naar het alarmnummer en 10 minuten later met de telefoon van Lisanne. Maar ja, er was natuurlijk helemaal geen bereik. Je zit daar in de jungle, in the middle of nowhere. Geen zendmast in de buurt. Die telefoons hebben geen verbinding kunnen maken. De daaropvolgende dagen worden nog meer pogingen gewaagd het alarmnummer te bereiken. Met beide telefoons. Op 2 april werden 4 pogingen gedaan. En wat ze kunnen vaststellen is dat de telefoons vanaf hier constant werden uitgezet en aangezet. Ja, in de hoop een signaal te kunnen oppikken. En natuurlijk moet er een batterij worden opgespaard, dus als de telefoon niet gebruikt werd, werd die ook onmiddellijk uitgezet. Dit hebben ze allemaal in kaart gebracht. Het is verschrikkelijk als je erover nadenkt, hè, dat er iets gebeurd moet zijn. Die meiden zijn nog in leven. Hè. Het feit dat ze kunnen bellen, het feit dat ze een telefoon aan kunnen zetten, dat zegt genoeg. De meiden zijn nog in leven, of tenminste één van hen. Ik krijg daar gewoon daadwerkelijk kippenvel van als je dit dan hoort. Hè, dat ze daar dan dagenlang pogingen hebben gedaan om een verbinding tot stand te brengen met het alarmnummer. Dat, ja, vreselijk. Je weet gewoon dat die meiden in nood waren en van alles hebben gedaan en geprobeerd om iemand te pakken te krijgen. De Samsung van Lisanne raakt leeg op 5 april, dus 4 dagen na hun wandeling, na de start van hun wandeling. Het is dan 5 april om 5:00 in de nacht, wanneer deze voor het laatst aan is geweest. Je kunt ervan uitgaan, die batterij was leeg na een paar dagen. Die iPhone van Chris, daar is wel wat opvallends mee aan de hand. Want vanaf 6 april, dus 5 dagen na hun vermissing, werd er constant een verkeerde pincode ingevoerd. Dan zou je kunnen afvragen, waarom is dat? En dan gaat er echt van alles door me heen. Dan denk je toch, goh, Chris zelf is dus niet in staat om een goede pincode in te voeren. Dat zou natuurlijk kunnen duiden op uitdroging, uitvalverschijnselen, uithongering. Ja, je weet niet, hè, in wat voor toestand ze zich verkeerde. Wat je ook zou kunnen denken is dat Chris helemaal niet aanspreekbaar was. Misschien was ze op dat moment al niet in leven en heeft Lisanne wel constant die pogingen gedaan met die pincode en kwam ze niet in het toestel. Met een iPhone kun je natuurlijk gewoon bellen, hè, zonder een pincode. Maar in 2014, ik moet zeggen dat ik dat toen ook nog niet wist. Het zou kunnen dat ze daar niet van op de hoogte was en dat ze constant heeft geprobeerd die pincode in te voeren. Nou, als je daarover na gaat denken, dan het geeft zo'n verschrikkelijk beeld weer van die situatie. Tussen 7 en 10 april werd de pincode van de telefoon van Chris
maar liefst 77 keer verkeerd ingevoerd. Het laatste teken van leven die ze aan de hand van de telefoons kunnen vaststellen, dat vindt dan plaats op 11 april. Moet je nagaan, hè? Na 10 dagen. Dus minstens één van die meiden is dus 10 dagen in leven geweest. Op 11 april is namelijk nog één keer het toestel aangezet. De pincode is nogmaals verkeerd ingevoerd en daarna is het toestel uitgevallen. 11 april is dus de laatste keer dat de telefoon is gebruikt, dat er een poging mee is gedaan om nog iets te kunnen doen. En je zou het kunnen zien als een laatste teken van leven. Wat er daarna is gebeurd, hoe lang diegene daarna nog in leven was, dat weten we niet. Het is dus Chris ter telefoon, hè, waarvan de pincode constant verkeerd werd ingevoerd. Hieruit zou je kunnen opmaken dat Chris er op dat moment niet meer was. En Lisanne dus constant die pincode verkeerd heeft ingevoerd. Ja, we weten het natuurlijk niet, hè. Er zijn meerdere scenario's mogelijk, maar dat is in ieder geval het eerste waar ik aan denk. 11 april, hè, 10 dagen en dan te bedenken dat ze alleen maar 2 kleine flesjes water mee hadden. Een paar mini-snacks, meer ook echt niet. Het is een verschrikking. Ik heb er geen woorden voor. Ook de camera wordt onderzocht die in de rugzak wordt gevonden. Tenminste, het SD-kaartje wat daarin zit. En op dat geheugenkaartje staan een hoop gezellige foto's. Althans, daar begint die hele reeks mee. Je ziet dat de meiden heel veel lol hebben. Ze bewandelen dus dat gebied daar, de Il Pianista Trail. Je ziet gewoon duidelijk dat die meiden aan het genieten zijn. Het zijn typische vakantiekiekjes en er lijkt geen veldje aan de lucht te zijn. Nou, je ziet Lisanne in de wildernis, je ziet selfies, je ziet foto's samen. De laatste normale, gezellige vakantiefoto, die wordt gemaakt op 1 april om 13:54, dus 13:55 in de middag. De laatste foto, dat is een foto van Chris. Zij staat op een paar keien. Je ziet een klein beekje daaromheen lopen. Dat is dus daadwerkelijk een beetje de laatste levendige foto. Vanaf daar worden heel lang geen foto's meer gemaakt. Tot de nacht van 8 april. Ze zitten dan nog maar liefst een week in de jungle, hè? 7 dagen. In deze nacht, tussen 1 en 4 uur 's nachts, worden maar liefst 90 foto's gemaakt. En dit zijn geen normale foto's. Sterker nog, het lijkt echt rechtstreeks uit de Blair Witch te komen. Echt, dat deed me daar zo aan denken. Ik vond het echt, ja, mijn nekharen gingen ervan overeind staan. Op bijna alle foto's is een natuurgebied te zien, de jungle. Je ziet bossen, je ziet bomen, je ziet waterdruppels uit de lucht vallen. En het is pikkendonker. Nou, de foto's zijn met een flits gemaakt. En als de politie alle foto's analyseert, zijn er wel wat opvallende dingetjes hier en daar te zien. Op een van de foto's lijkt het erop alsof de meiden een SOS-teken met papiertjes hebben gemaakt. WC-papier waarschijnlijk. Dat ligt dan zo gespreid over een rots. Daarbij ligt een spiegeltje, waarschijnlijk om licht te reflecteren. Want stel je voor dat ze vanuit de lucht naar de meiden aan het zoeken zijn, ja, valt dat wellicht op. Dus die meiden hebben echt wel hun best gedaan om de aandacht te trekken van hulptroepen. Daar zijn ze heel bewust mee bezig geweest. Nou, op een gegeven moment zie je ook een takje met 2 uitsteeksels. Aan elke kant van het takje zijn snoeppapiertjes gebonden, rode papiertjes. Ook waarschijnlijk om weer aandacht te kunnen trekken. Die hebben ze ook op een rots neergelegd. Ja, de kleur rood, dat zie je natuurlijk niet zo vaak, hè, voorkomen in het natuurgebied. Dus ja, ze zijn wel slim bezig geweest door dit soort dingen te kunnen bedenken. En dan zit er een hele vreemde foto tussen. En daarop zijn heel duidelijk de haren te zien van Chris. Chris was best wel rossig en op die foto zie je heel duidelijk haar haarkleur. Het is niet duidelijk of de achterkant van het hoofd te zien is of de voorkant, hoe zij op de foto staat. Het is echt wel een beetje een mysterie. En door heel veel bronnen wordt gezegd dat er bloedspatten op het hoofd te vinden zijn. Ik heb de foto meermaals bekeken, ingezoomd, maar ik kan echt nergens een bloedvlek vinden. Maar goed, ja, dan alsnog, het is gewoon een verschrikkelijke foto als je erover nadenkt dat ze daar hebben gezeten, hè? Midden in de nacht. Dit kroopt dus echt onder mijn huid, deze foto's. Omdat je
gewoon heel goed ziet waar die meiden dus die, ja, al die tijd hebben gezeten waarschijnlijk. Dat ze daar vastzitten of wat dan ook. Dat er iets is gebeurd en dat ze geen kant op kunnen. En dat is echt zo'n scenario als je daarover na gaat denken. Ik heb daar vannacht best wel eventjes over nagedacht. Stel je voor, je zit daar vast. Je toekomst is uitzichtloos. Je weet niet of je gered gaat worden. Je zult ongetwijfeld in de nacht allerlei dingen horen in de bosjes. Je voelt je ontzettend onveilig, eenzaam, hulpeloos. Ik vind het echt zo'n beangstigende situatie. En ik heb niet vaak dat het zoiets met mij doet. Hè? Dat het zo onder mijn huid kruipt. Maar daar moet je toch gewoon echt niet aan denken dat je daar zo hulpeloos, machteloos en met zoveel angst dat moet hebben doorstaan. Maar goed, opnieuw zou je kunnen bedenken, waarom zijn de foto's gemaakt? Hoorden ze misschien wilde dieren in de bosjes die ze af wilden schrikken met de flits? Hebben ze misschien de flits gebruikt om de omgeving op te lichten? Om te kijken waar ze waren of om in ieder geval bij te schijnen met iets dat zou kunnen? Ook in dit verhaal geldt weer hetzelfde. Het kan van alles zijn. Een van de foto's is van de camera verwijderd. Waarom? Geen idee. Dat is foto 509 geweest. Die foto konden ze ook niet meer terughalen. Normaal denk ik dat autoriteiten dat makkelijk kunnen, hè? Met al die technieken. Ik heb altijd toch een beeld van de politie dat ze alles kunnen. Echt alles. Zelfs ja, iets wat jaren geleden gedelete is. Dat zou de politie toch moeten kunnen terugvinden. Maar nee, foto 509 ontbrak. Wat erop te zien is geweest, ik weet het niet. Er zijn ook heel veel mensen die misschien denken aan een derde persoon, hè, in dit hele verhaal. Dat het misschien hier gaat om een ontvoering of wat dan ook. En dat een derde persoon die foto heeft verwijderd. Maar ik zal jullie straks uitleggen waarom ik denk dat dat niet het geval is. Vrij kort na het vinden van de rugzak wordt er een kledingstuk van Chris gevonden. Het spijkerbroekje wat ze die dag droeg. Deze wordt 5 kilometer gevonden vanaf de wandelroute waar Chris en Lisanne begonnen. 5 kilometer, nogmaals, het lijkt niet veel, maar dat zijn heel wat wandeluren. Ik las ook nog verschillende verhalen over dit broekje, dat het heel netjes opgevouwen langs de rivier werd gevonden. Dat schijnt dus een broodje-aap-verhaal te zijn. Vorig jaar is er namelijk een foto vrijgegeven van de vondst van het broekje en deze werd gewoon in het water gevonden. Helemaal niet netjes of wat dan ook. Dat is weer een verzonnen verhaal en dat zie je toch wel heel vaak terug binnen deze verdwijningszaak. Mensen halen zich daadwerkelijk wel alles in hun hoofd. Nou, dat broekje wordt gevonden heel dichtbij de vindplaats van de rugzak, ook langs die rivier. En de lokale bevolking besluit daarom om dat hele gebied daar langs te gaan, om dat uit te kammen. En dan wordt er toch wel een lugubere vondst gedaan. Op 19 juni 2014 dus. Ja, het is dan 2,5 maand later inmiddels. Langs diezelfde rivier, langs de Calubra-rivier, worden op verschillende plekken menselijke botten gevonden. En zo ook 2 wandelschoenen. In 1 van die schoenen worden menselijke resten gevonden. Ik kan hier niet al te gedetailleerd op ingaan. Maar mocht je echt alles willen weten zonder censuur, luister mijn podcast. Niet alleen dat wordt dus gevonden, maar ook een menselijk heupbot. Deze botresten worden getest op DNA. En wat blijkt? De resten in de schoen blijken van Lisanne Vroon te zijn. En het menselijke heupbot inderdaad van Chris Kremers. Hierbij kon toch al worden vastgesteld dat de meiden niet hebben overleefd. In de podcast vertellen ik en mijn broer wat meer over deze botresten, want er zijn best wel wat details die belangrijk zijn om te benoemen, maar die ik niet mag benoemen. Dus nogmaals, luister Moordcast voor echt het complete plaatje. Een hele tijd later wordt er ook nog een ribbot gevonden van Chris Kremers. Dat wordt ook allemaal getest op DNA. En van Lisanne wordt uiteindelijk in de maanden daarna ook nog een linker scheenbeen en een dijbeen gevonden. In totaal worden langs die rivier maar liefst 33 botresten ontdekt. Allemaal verspreid door de rivier op verschillende plekken. Nogmaals, dit is echt een wandeling van 8 uur die je moet hebben afgelegd vanaf Boket om daar te kunnen komen. Daar waar die botresten zijn gevonden, ten opzichte van de wandelroute, dat is gewoon echt een
wandeltocht van 8 uur lang. En het zou natuurlijk kunnen zijn, hè, die meiden hebben daar natuurlijk een hele lange tijd gezeten. Misschien zijn ze verdwaald of hebben ze een ongeluk gehad en zijn ze toch ja, meer in de richting van de wandelroute gebleven. Dat is slecht speculeren. Forensisch specialisten die buigen zich over de zaak om te kijken of dit eventueel toch een misdrijf zou kunnen gaan, of dit om een ongeluk zou kunnen gaan. En zij gaan toch wel echt met klem uit van een ongeluk. Er zijn natuurlijk wat botten gevonden, hè, van Lisanne's been en van haar voet. En haar middenvoetsbeentjes, die waren gebroken. Op zo'n manier dat het toch wel op lijkt dat ze een flinke val moeten hebben gemaakt. Ik had het net al over die wandelroute. Het is een wandelroute die toch wel bedoeld is voor de wat meer ervaren hikers. Of dat je het liefst wel een gids mee wil hebben om die af te leggen. Dat hadden Lisanne en Chris natuurlijk niet. Over het algemeen, als je die route gewoon op een juiste manier bewandelt, is het niet een heel gevaarlijk pad. Maar als je daarvan afwijkt, kan het wel heel gevaarlijk zijn. Plus, er zit toch wel een gevaarlijk stukje in die route. Het is een soort helling die niet heel erg zichtbaar is als je daar wandelt. Maar als je daar te ver van afstapt of te ver naar voren leunt, zou het zomaar kunnen zijn dat je daar uitglijdt. Zeker als het modderig en glad is, zou natuurlijk kunnen gebeuren. En dan val je zo 30, 40 meter die helling af. Nou, 30, 40 meter, dat is intens hoog. En als je daar terechtkomt, kom je daar ook niet meer weg zonder goede uitrusting. Er wordt dus gedacht dat Lisanne Vroon en Chris Kremers, ja, dat hun zoiets zou moeten zijn overkomen. Dat die meiden precies bij dat gevaarlijke stuk zijn uitgegleden en daar geen kant meer op konden. Nou, het ziet er als volgt uit. Je hebt best wel een ja, flinke rivier. En langs de rivier heb je gewoon eigenlijk twee hellingen. Nou, zie daar maar eens uit te komen. Dat lukt niet. Zeker niet als je gewond bent. De breuk in het middenvoetbeentjes van Lisanne, die passen wel binnen dit scenario. Uit onderzoek blijkt ook nog dat Lisanne een beenvliesontsteking had. Ja, waarschijnlijk door die val. In de dagen na de val moet dat zijn ontstaan. Hè? Dat ja, op het moment dat jij een breuk in je voet hebt en daar wordt niks aan gedaan. Er is ook nog een ander scenario mogelijk. Dat is ook wel het scenario van een ongeluk, maar dan op een andere plek. Het zou namelijk toch kunnen zijn dat de meiden verdwaald waren. Ondanks dat het eigenlijk niet heel snel zou kunnen gebeuren en dat het pad best wel duidelijk wordt aangegeven, is dat alsnog wel een mogelijkheid. Zij hadden namelijk op hun taalkursus een informatiemap ingekeken met een routebeschrijving van de Il Pianista. Maar daar staat een best wel een grove fout in. Dit is een omschrijving van een site genaamd Lonely Planet. Nou, die taalkursus heeft die beschrijving van Lonely Planet afgehaald en in die informatiemap gestopt. Op de foto's die ze hebben gemaakt is wel duidelijk te zien dat de meiden de top van de berg hebben bereikt. Hè? Dat is het eindpunt van die route en dan moet je weer terug. En dat is gewoon daadwerkelijke wandelroute. Je gaat heen en je gaat terug. That's it. Vanaf daar hoor je gewoon om te keren. Maar in dat stukje wat Lonely Planet heeft beschreven staat er dus iets heel anders. Daar staat namelijk dat je vanaf de berg door moet lopen. En vanaf daar kom je dus in een gebied wat absoluut niet geschikt is voor wandelaars. Als je daar niet vandaan komt en je loopt daardoor, dan heb je toch wel een beetje een probleem. We kijken even naar de allerlaatste normale foto die de meiden hebben gemaakt. Je ziet Chris bij een beekje, een paar stenen. Maar deze locatie ligt dus niet op het normale wandelpad. Uit deze foto blijkt dat de meiden daadwerkelijk zijn doorgelopen. Deze foto moet gemaakt zijn een uur vanaf het toppunt. Als de meiden vanaf hier waren teruggekeerd, was het nog maar liefst 5 uur lopen. Dus het is best plausibel dat ze zijn verdwaald. Nu zou het natuurlijk goed kunnen zijn dat de meiden zijn omgekeerd terug zijn gelopen en dat er daar iets gebeurd is, alsnog wel op het wandelpad. Maar de jungle is vanaf dit punt dus echt niet goed begaanbaar en niet geschikt voor een wandeling. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat Lisanne en Chris dachten dat ze hier moesten doorlopen. En uiteindelijk niet uitkwamen in de bewoonde wereld. Dat duurt namelijk maar liefst 3 hele dagen. En stel je voor dat ze dat nou hebben gedaan, dan kom je dus uiteindelijk bij een soort touwbrug terecht. Het is niet echt een brug, het zijn 2 touwen gespannen over een rivier.
Waar je dus een beetje zo schuivend overheen zou kunnen gaan. Maar het is ontzettend gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk als je je daaraan waagt. Maar zou het kunnen zijn dat die meiden verdwaald waren? Dat het donker werd, hè? En dat een van beiden, of misschien wel allebei, ja, van die touwbrug af zijn gevallen? Misschien hebben ze dat pas veel later gedaan, hè, in dit hele verhaal. Je weet het niet. Misschien hebben ze daar toch een paar dagen rondgezworven voordat ze die touwbrug hebben beklommen. En misschien een van de twee. Ja, je weet het gewoon niet. Het zou heel goed kunnen. Ik heb wat vergelijkingen gezien van de foto's die zijn gemaakt op de camera van Lisanne en Chris. En wat foto's gezien van die plek met die touwbrug. En locals die beweren dat dit toch wel echt de plek is die ze op de foto's van de meiden zien. Je ziet ook heel vaag een klein touwtje lopen. Het is wel zo onduidelijk dat dat eigenlijk ook niet met zekerheid te zeggen is. Het is gewoon ontzettend lastig te beoordelen. En ik denk dat dit voor altijd een mysterie zal zijn. Maar ik denk dat het scenario van die touwbrug echt, ja, dat zou best wel kunnen, hè? Het is best wel plausibel. Eén ding is zeker, ze zijn gewond geraakt. Ze hebben best wel wat dagen weten te overleven daar in die jungle. En konden gewoon geen kant op. Dat moet het scenario zijn geweest. Aan de hand van de botresten is niet op te maken wat de doodsoorzaak is van de meisjes. Maar je zou kunnen denken aan uitdroging, verdrinking. Misschien zijn ze wel overleden aan een infectie. Misschien wel van de honger. Of zijn ze aangevallen door wilde of giftige dieren. Echt alles ligt open. Dat lijkt me gewoon wel ontzettend frustrerend, hè, voor de nabestaanden. Je weet het gewoon maar nooit. En wat voor heel veel mensen een theorie blijft, is dat dit toch zou gaan om een misdrijf. Nu moet ik zeggen, ik vind dit een beetje indianenverhalen. Je ziet ontzettend veel mensen die het helemaal opblazen en er toch een beetje sensatie uit proberen te halen. En in het verleden zijn er best wel wat mensen beroofd en belaagd daar in die jungle. Dus weet je, het is niet ondenkbaar. Alleen als je de stappen van de meiden naloopt, is het gewoon niet heel logisch. Want welke ontvoerder of belager laat die telefoons nog bij die meisjes? Zorgt ervoor dat ze contact kunnen opnemen? Er zijn geen aanwijzingen dat er kostbare spullen zijn weggeroofd. De camera, de twee telefoons zijn nog teruggevonden, hè? Er zijn ook nog theorieën dat de belager zelf 112 zou hebben gebeld. Ik vind het allemaal best wel een beetje vergezocht. Ik denk dat het scenario van een ongeluk gewoon het beste in het plaatje past. Of dit nou het uitglijden is geweest, of de touwbrug, of het water waar ze in zijn gevallen. Het is allebei te rijmen met de sporen die de meiden hebben nagelaten. Maar wat is dit een vreselijk verhaal. Dit keer gaat het dus hoogstwaarschijnlijk niet om een moord of een misdrijf. Maar ik vond wel dat dit verhaal een plekje hier verdient. Omdat het is zo ondenkbaar dat dit met je gebeurt. Dat je gewoon op een gegeven moment in zo'n situatie terechtkomt waar je niet meer, waar je gewoon niet uit kunt redden. En dan dat je gewoon minstens 10 dagen lang weet te overleven, zo eenzaam. Dat waarschijnlijk al een van die meisjes was overleden. En dat de ander dus overblijft, hè, in haar eentje. Dat is iets wat gewoon echt ontzettend in mijn hoofd blijft zitten. Dat je daar op een gegeven moment bij die rotsblokken zit. Je zit in een oerwoud, in een jungle. Je zult vast en zeker de engste geluiden uit de bosjes horen. Je beste vriendin ligt naast je, misschien wel overleden. Ik vind het verschrikkelijk. Ik begrijp heel erg goed dat jullie deze zaak massaal hebben aangevraagd. Want zoiets kom je toch zelden tegen. Dit kun je gewoon niet indenken hoe dit moet hebben gevoeld voor die meiden. Hoe beangstigend, hoe eenzaam en hoe hopeloos ze zich moeten hebben gevoeld. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie van deze zaak vonden. Laat het mij natuurlijk eventjes weten onderin de reacties. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe misdaad en make-up. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden, hè? Zo zonder make-up een keertje. Laat het me vooral weten. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Vergeet het dan absoluut niet. Druk die rode knop in, ook het belletje. Dan krijg je altijd een notificatie als ik een nieuwe video heb gepost. En beluister natuurlijk de ongecensureerde versie van Moordkast op Podimo. Ook daarvan vind je het linkje hieronder. Aankomende zondag ben ik er weer met een nieuwe livestream. Om 7 uur in de avond is het weer tijd om een horrorgame te spelen
op Onderstream. Ga naar youtube.com/onderstream als je gezellig mee wilt kijken zondag. Mocht je ideeën hebben voor zaken die ik de volgende keer moet bespreken, laat het hier dan vooral achteronder in de comments. En dan zien jullie mij volgende week weer. Tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.